Hey, luister je even mee? Vandaag volgen we Gulliver op een wel heel bijzondere reis. Lang geleden leefde er een jonge man. Zijn naam was Gulliver. Gulliver hield van grote boten en daar reisde hij mee over de wijde zee. De zeelui hadden hem graag aan boord, want hij was dokter en als er iemand ziek werd, dan wist hij wel raad. Als er een ongeluk gebeurde, dan kon hij een hand of een voet verbinden. Op een keer stak er een storm op. Het was om bang van te worden. De golven sloegen over het schip. Dat maakte een hels lawaai. Alle mannen zagen wit om hun neus. Opeens hoorden ze een luid gekraak. Help! Wij vergaan! Riep een matroos. Het schip is op een rots gelopen. Dat is niet best, dacht Gulliver. Het schip begint al te zinken. Het is helemaal lek. Laat de kleine boot in het water, riep de kapitein. Dat deden de matrozen gauw. Toen sprongen ze daar allemaal in. Gulliver ook. Hij hield zich aan de zitbank vast. De wind rukte aan zijn kleren. Het bootje danste op de golven. Het werd naar omhoog gegooid en dan weer naar beneden. De wind raasde maar door en de golven werden woester en woester. Opeens sloeg de kleine boot bijna om. Ach, ze konden hem niet meer houden. Daar sloeg hij al over de kop. Alle mannen vielen in het water en Gulliver zag ze nooit meer terug. Gelukkig kon Gulliver goed zwemmen. Hij probeerde nu aan land te komen. Maar dat was moeilijk, hoor. Hij was zo koud en zo moe. Ach, hij kon haast niet meer. Opeens voelde hij zand onder zijn voeten. Gered, hijgde hij. Nog een klein eindje maar. Toen kroop hij op het strand en daar viel hij al gauw vast in slaap. Toen hij wakker werd, wilde hij opstaan. Maar hij kon zich niet bewegen. Hij voelde iets tegen zijn been opklimmen. Ai, daar liep het over zijn buik. Zeker een muis, dacht hij. Maar nee hoor, het was iets anders. Een mannetje, zo groot als zijn duim. Kijk, daar stond het op zijn borst. Gulliver was stom verbaasd. Hij wist niet dat hij nu in Lilliput was. In het land van Lilliput was iedereen klein. Zo klein als het ventje op zijn borst. Een van de mensjes had Gulliver ontdekt. Hij had hem in de verte gezien. Dat was toen hij op weg was naar huis. Wat is dat daar op het strand? Had hij gedacht. En wat maken ze daar een lawaai? Zijn ze er iets aan het zagen? Dat wilde hij wel eens weten en daarom ging hij er dapper op af. Oei, daar zag hij een reus van een man die sliep en snurkte met geweld. De kleine man werd wit van schrik en gillend rende hij naar het dorp. Help, help, een reus op het strand! Eerst wilde niemand hem geloven. Ze gingen allemaal naar het strand en toen merkten ze dat het waar was. De reus sliep nog steeds. Hij snurkte zachtjes. Maar zijn grote ogen bleven dicht. Hij voelde niet eens dat ze over hem heen liepen. Eerst maakten ze zijn armen vast. Toen kwamen zijn benen aan de beurt. Zelfs zijn haren werden vastgebonden. Als hij nu wakker werd, dan zou hij zijn hoofd niet kunnen bewegen. Zou die reus nog lang blijven slapen? Het snurken werd al minder.
Hij zuchtte diep en sloeg zijn ogen op. Ja, Gulliver was wakker. Hij wilde omhoog komen, maar dat lukte niet. Hij bewoog zich wat en rukte zijn ene arm los. Hij greep naar het ventje op zijn borst. Hij wilde dat mannetje pakken. Alle mensen van Lilliput gilden van schrik. Ze renden hard weg met z'n allen. Enkele dappere mannen kwamen terug. Ze schoten op hem met pijl en boog. Gulliver voelde wel 100 speldenprikjes op zijn handen en op zijn gezicht. Gulliver begreep dat hij gevangen was. Hij moest maar goede vrienden worden met dat volkje. Dat zou wel het beste zijn. Hij probeerde nu met hen te praten. Maar zij verstonden hem niet. Gulliver kon ook hun taal niet verstaan. Oh, en wat had hij een honger en een dorst. Zouden ze eten voor hem hebben? Hij wees op zijn mond en toen deed hij alsof hij kauwde. Dat begrepen ze gelukkig. Ze gingen allemaal naar hun dorp terug en daar zochten ze wat eten bij elkaar. Het moest natuurlijk heel veel zijn, want zo'n reus, die zou wel wat lusten. Ze vulden hun manden met brood. Ze legden vlees en fruit op schalen. Hun tassen deden ze vol kleine eitjes. Zelfs hun kruiwagens werden volgeladen. En ook de kinderen hielpen mee. Die sjouwden met appels en peren. Iedereen droeg wat hij maar dragen kon. Alle mensen van Lilliput sloofden zich uit. Ze vulden wel 40 tonnen met water. Daar had de reus wel genoeg aan. Ze deden er ook nog iets in. Een slaapmiddel. De mensen van Lilliput zagen met plezier hoe Gulliver smulde. In een paar tellen was het brood op. De appels en de peren smaakten hem het best. Maar de kuikens vond hij het fijnste. Hij stopte er 3 in zijn mond. Iedereen keek er verbaasd naar. Nu begon hij te drinken. Alle tonnen dronk hij leeg. En toen viel hij weer vast in slaap. Terwijl Gulliver sliep, werkten de mensjes hard. Ze sleepten hout, spijkers en wielen aan. Ook ijzeren stangen hadden ze nodig. Ja, ze wilden een wagen bouwen en daarmee zouden ze Gulliver naar de stad brengen. Het moest dus een hele lange, sterke wagen worden. Hun hamers klopten en tikten, maar Gulliver merkte het niet. Nu haalden de mannen paarden op. Ze zochten 90 van de sterkste paarden uit en die spanden ze voor de lange kar. Toen moest Gulliver nog op die kar. Dat was een zwaar karwei, maar met man en macht lukte dat. Gulliver sliep nog steeds. Die zou zo gauw niet wakker worden. Maar wat gebeurde er? Er kroop een soldaat op zijn buik. Hij liep naar Gulliver zijn hoofd. En toen prikte hij hem in het oor met een lange, dunne stok. Wat een gekke streek was dat! Gulliver schrok meteen wakker. Hij had al gauw het stokje te pakken. Daarmee gaf hij het mannetje een flink pak slaag. Dat had hij wel verdiend. Ik zal dat stoute ventje een lesje geven, dacht Gulliver. Hij pakte het mannetje op tussen zijn duim en wijsvinger. Het mannetje was doodsbang. Hij sloeg en schopte en gilde. Opeens liet Gulliver hem los. Nu is hij wel genoeg gestraft, dacht hij. En toen zette hij hem op de grond. De kleine man rende weg. Hij viel haast over zijn eigen benen. Gulliver schoot in de lach. Ook het volk van Lilliput begon te lachen. Want zij merkte wel dat Gulliver maar een grapje maakte.
Ze dansten in het rond en ze klapten in hun handen. Zingend brachten ze Gulliver naar de stad. Daar deden ze kettingen om zijn enkels. 3 zware ijzeren kettingen. Toen maakten ze alle touwen los. Hoera! Gulliver kon omhoog komen. Daar kwam hij al van de wagen af. Maar oei, wat was hij stijf geworden. Met kleine passen liep hij rond. Hij zag op alle huisjes neer. Die waren veel te klein voor hem. Maar het stadhuis was aardig groot. Daar paste hij net in. Dus mocht hij daar gaan slapen. De volgende dag had Gulliver een plan. Hij wilde een kleerkast maken. Daar kon hij dan mooi zijn kleren in bewaren. Maar waar haalde hij het hout vandaan? Wel, van de bomen natuurlijk. Hij haalde zijn zakmes uit zijn zak. Dat was gelukkig goed scherp. Hij sneed maar 1 keer en er was al een boompje om. Hij sneed een hele rij bomen af. Hup, hup, hup. Daar had hij zijn hand al vol hout. De mensen van Lilliput keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Een van de mannetjes liet zijn bijl zien. Hij wees ernaar. En toen wees hij op het mes van Gulliver. Die bijl van u is beter dan die van mij, zei hij. Gulliver verstond hem niet, maar hij begreep hem wel. Wel, zijn mes was geen bijl, maar gewoon een zakmes. Het was lekker scherp en het was wel 3 keer zo groot als het bijltje van die kleine man. Gulliver wilde de taal van Lilliput leren. Wat zou het fijn zijn als hij met die mensen kon praten? Hij ging er echt zijn best voor doen. Af en toe tilde hij een paar mensjes op. Die zette hij dan op zijn knie, want zo kon hij hun beter verstaan. Zij spraken niet zo luid. Zij hadden kleine, hoge piepstemmen. Maar al gauw begreep hij wat ze zeiden. Op een dag kreeg Gulliver bezoek van de koning en de koningin. Je bent nu al een tijdje bij ons, zei de koning, en je hebt je heel goed gedragen. Daarom gaan de kettingen van je enkels en dan kan je vrij rondlopen. Ja, dat vond Gulliver erg fijn, dat begrijp je wel. Als je de stad in wilt, zei de koning, dan moet je mij dat eerst vragen. Ik waarschuw dan de mensen dat ze binnen moeten blijven, want anders zou je wel eens onder de voet kunnen lopen. Wil je mij dat beloven? Ja, majesteit, antwoordde Gulliver. Goed zo, zei de koning. En dan is er nog iets. Voordat ik je vrijlaat, wil ik weten wat je bij je hebt. 3 soldaten zullen je zakken nakijken. Misschien vinden ze dan iets dat ons kwaad zou kunnen doen. En dat pakken we jou dan af. Ja, dat kan ik wel begrijpen, zei Gulliver. Hij bukte zich en pakte de soldaten op. Doe je werk, zei hij. Hij stopte er in iedere zak 1. De soldaten haalden er vlijtig alles uit. En daar maakten ze een lijstje van. Zo zag die lijst eruit. 1 ijzeren staaf. 2 witte papieren, 1 blauw papier, 1 machine die beng doet, beng, 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 1 rond raam, 1 bijl, 3 witte vloerkleden, 2 gouden wielen, 6 zilveren wielen, 3 ballen en 1 hark. De ijzeren staaf was Gulliver's sleutel. Die papieren waren briefjes. De machine was een horloge en het tikte gewoon. Maar voor de mensen uit Lilliput
was het een geluid van bing, bing, bing. Het ronde raam was een vergrootglas. De bijl was zijn mes. Die vloerkleden waren zijn zakdoeken. En de wielen waren geldstukjes. De ballen waren pillen. Die nam hij soms in tegen hoofdpijn. En de hark was gewoon zijn kam. Maar in de ogen van die mensen was hij net zo groot als een tuinhark. Ze lieten de koning en de koningin alles zien wat ze hadden gevonden. De hele lijst. De koning stond er verbaasd over. Waarvoor zou hij die vloerkleden bij zich hebben? Zei hij. En wat moet hij met die hark op zak? Daar begrijp ik niets van. Wat hij met die machine doet, is me een raadsel. Nou ja, we zoeken het wel uit. Breng alles maar naar het paleis en daar zullen we wel verder zien. Toch had Gulliver nog iets. Zijn bril. Die had hij in een geheim zakje. Die komt me nog wel eens van pas, had hij gedacht. En nu zuchtte hij van plezier. Wat was het fijn om weer vrij te kunnen rondlopen. Zodra de lijst klaar was, maakten de soldaten zijn benen los. Er was nu niemand meer bang van hem. Ze vonden hem een goede beste reus. En Gulliver vond de kleine mensjes aardig. Gulliver woonde nog in het stadhuis. Op een keer zat hij er stil te denken. Hij dacht aan zijn eigen land. Zou hij er ooit weer terugkomen? Hij voelde zich een beetje bedroefd. Maar tijd om te treuren kreeg hij niet. Hij hoorde het geklepper van hoeven. Daar kwam een paard naar het stadhuis gedraafd. Dat paard droeg een man op zijn rug met een warm en rood gezicht. Onze vijanden komen, riep de man. Al hun schepen liggen al klaar. Dadelijk gaan ze ons aanvallen. Meteen reed hij weer haastig weg. Hop, daar ging hij naar het paleis. Hij moest de koning alles vertellen wat hij had gezien. Hij was met zijn bootje gaan vissen en toen had hij ineens de schepen van de vijand ontdekt. Die lagen klaar om Lilliput aan te vallen. Wat moeten we toch beginnen? Riepen de mensen. Ze waren bang de straat opgehold. Toen ging Gulliver naar het paleis om de koning te spreken. Majesteit, zei hij, ik heb een goed plan bedacht. Ik denk dat ik Lilliput kan redden. Maar daarvoor heb ik touw nodig. Ik moet de sterkste touwen hebben die er zijn. De koning gaf meteen bevel om de sterkste touwen op te halen. Gulliver draaide toen telkens 3 touwen stevig in elkaar. Daardoor kreeg hij een flinke kabel en aan elke kabel hing hij een grote haak. Daarmee ging hij naar de zee. Daar kon hij nog net het eiland zien waar de vijanden van Lilliput woonden. Het was al laat in de avond. Maar Gulliver had de tijd. Hij wachtte tot de nacht half om was. En toen gleed hij in het water. Stil, in het donker, zwom hij nu naar het eiland van de vijand. Toen hij daar aankwam, begon het al wat lichter te worden. Dat kwam hem goed van pas, want hij had een secuur werkje te doen. Hij moest ook oppassen, want de vijand mocht hem niet zien. Daarom ging hij snel en zacht aan het werk. Hij haalde de touwen uit zijn zak en één voor één haakte hij die vast aan elk schip van de vijand. Maar o wee, daar werd de vijand wakker. Ze begonnen op hem te schieten. De pijlen suisden door de lucht. Gulliver werd er bang van. Straks krijg ik er nog een in mijn oog, dacht hij angstig. Maar wacht eens, ik heb immers mijn bril nog. Hij trok de bril uit zijn geheime zakje. Met één hand zette hij de bril op zijn neus.
De pijlen suisden nog steeds door. Ze prikten in zijn handen en zijn gezicht. Maar hij kreeg alle haken toch mooi vast. Toen gaf hij een ruk aan de touwen. Tjup! Alle boten schoten los. Ze gingen even op en neer. Het leek wel of ze gingen drijven. Ja, dat gebeurde ook. Gulliver trok ze allemaal met zich mee. De vijanden merkten wat er gebeurde. Alle zeelui werden doodsbang. Niemand durfde in de boot te blijven. En daarom sprong iedereen overboord, zo vlug als ze konden. Ze zwommen naar hun eiland terug. En Gulliver bracht al hun boten naar Lilliput. Daar wachtten de mensen hem al op aan het strand. Ze juichten en lachten en riepen: "Hoera!" Gulliver lachte en wuifde terug. "Goed gedaan," riepen de mensen. "Gulliver, jij hebt ons gered." Dat was me even een feest. Maar Gulliver moest nu naar de stad. Daar wachtte de koning op hem. Hij had een medaille voor de held. Een piepklein ding met een lintje. "Bedankt, Gulliver," zei de koning. Gulliver tilde de koning beleefd op en die maakte toen zelf de medaille vast. Gulliver was graag in Lilliput, maar toch wilde hij wel naar zijn eigen land terug. Zou dat ooit nog gebeuren? Gulliver hoopte het maar. Op een dag spoelde er een boot aan. De zee had hem op het strand gegooid. Gulliver vond hem toen hij op het strand liep. "Dat is nog eens boffen," dacht hij. "Die boot kan ik mooi gebruiken. Daarmee zeil ik naar mijn land terug. Het wordt een hele lange tocht. Ik moet dus genoeg eten en drinken meenemen." De mensen van Lilliput hielpen hem. Ze verfden zijn boot prachtig opnieuw en van 100 kleine zeilen maakten ze 1 groot zeil. Ze brachten Gulliver voedsel en water. De hele boot werd volgepakt. En toen kon Gulliver vertrekken. Hij zei de koning goeiedag en alle mensen van Lilliput. Met een blij hart lichtte hij het anker. En toen zeilde hij weg. Zijn reis duurde lang, heel, heel erg lang. Zijn eten begon op te raken en veel water had hij ook niet meer. En toen zag hij opeens een groot schip. Hij wuifde en riep tot ze hem zagen. De zeelui haalden hem aan boord en ze namen Gulliver met plezier mee. Ze brachten hem veilig naar zijn eigen land terug. Oef, eind goed, al goed. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!